Het keuzedeel heet Jeugd en Opvoedhulp. En in dit keuzedeel leren studenten kennis en vaardigheden die ze kunnen inzetten in de jeugdhulpverlening. Er zijn studenten die na deze opleiding bijvoorbeeld willen doorstromen naar social work of pedagogiek. En dit is dan een basis eigenlijk voorop die opleidingen. Bij dit keuzedeel leer je meer over ouders en kinderen met problemen en hoe je ze het beste kunt helpen zonder gelijk grote instanties in te hoeven schakelen. Wij zijn nu bezig over je eigen opvoeding en opvoedstijlen. Dus je leert veel meer over jezelf en hoe jij bent opgevoed in vergelijking met andere klasgenoten waarmee je nu zit. En hiervoor heb je wat gehad over wat meer grotere instanties die je zouden kunnen helpen of waar je anderen nog heen zou kunnen sturen voor meer hulp. Het keuzedeel duurt ook 1,5 jaar lang, waardoor we in elke periode ook verschillende onderwerpen kunnen behandelen. Ik wil in mijn toekomstige beroep social work gaan doen of toegepast psychologie. En door meer te leren over gedragsproblemen bij zowel kinderen en het bespreken met ouders, denk ik dat ik hier een groot voordeel uit zal gaan halen in mijn latere beroep.